Hey girls, een hele goede morgen. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Voor als je nieuw bent, hi, ik ben Noah. En ja, het is ondertussen 9:05. Ik ben al wel een tijdje wakker. Ik had mijn wekker niet gezet omdat ik vond dat ik lekker lang mocht slapen. En toen werd ik alsnog wakker om, volgens mij, 7:50. In ieder geval veel te vroeg. Ja, ik weet ook niet waarom mijn lichaam niet wil slapen. Want dan kan ik letterlijk gewoon 9 uur slapen en dan slaap ik alsnog maar 7 uur en een beetje. Echt irritant. Maar ja, in ieder geval. Ik werd wakker, toen moest ik plassen. En toen kwam ik boven, toen wilde ik mijn video afediten. Want ik had gisteren in de trein mijn video voor het grootste deel geëdit. Alleen ik moest nog 1 clip erachter plakken en dan was ik klaar. Alleen die clip stond op een ander SD-kaartje. Nou, toen kwam ik tot de grote verbazing dat ik 10 clips heb verwijderd. Oh, dus dat is helemaal kut. Dus die video... is nu aan het inplannen, maar dan zonder die laatste clip. En ja, het is gewoon helemaal kut. Ik wil het er niet over hebben. Anyways, het was niet per se het beste begin van mijn dag. Maar ja, ik ga nu lekker een ijskoffertje maken. En ja, oh, het is zo kut. Maar ik heb het een beetje koud. Ik ga even een joggingsbroek aandoen. Sport lekker, ja. Ja, we gaan lekker een koffertje pakken. Let's go. Guys, what the actual fuck? Ik ga helemaal stuk. Oh my god, mijn neus bevriest. Ik zit met mijn ijskoffie in mijn hand en met mijn camera in mijn hand te lopen op de trap. Dus ik doe met mijn ijskoffiehand klikken op de lichtknop om het licht aan te doen. En ik ga zo naar mijn camera toe om een slok te nemen van mijn camera. Like, bruh. Anyway, ik heb lekker een ijskoffie. Hij is zo lekker. Oh, I love ijskoffies. Mijn hele dag is weer goed. Ik ben buiten adem van de trap. Gaat het? Anyways, ik ga denk ik een planning maken. Want ik heb dus vandaag geen planning. En ik moet best wel veel dingen doen. Dus ik ga gewoon denk ik even een planning maken. En dan ga ik me daar gewoon even aan houden. Ik wil heel graag. Ik moet eigenlijk. Ik moet. Mijn 21 dinner uitnodiging eindelijk afmaken. Ik heb een heel groot begin, maar hij is gewoon nog niet af. Maar ik moet hem echt even afmaken, zodat ik hem vandaag kan uitprinten en door de brievenbus kan doen. Want het leek me heel fabulous om het bij iedereen gewoon door de brievenbus te doen. En bij sommige mensen kan dat niet, want ik heb ook vriendinnen die wonen in Zwolle, Nijverdal, Amsterdam, Veenendaal. Daar ga ik echt niet helemaal heen. Ik dacht ik kan het opsturen, maar dan duurt het allemaal wel nog langer. Dus ik denk dat ik het naar hun gewoon wel app. Want ik wil gewoon dat iedereen erbij is. En ik ben gewoon veel te laat met die datum sturen. In ieder geval, dat ga ik vandaag afmaken. Want dat moet. Ik moet sowieso naar de stad om siroop te halen voor mijn ijskoffie. Want die is op. Dus dan kan ik gelijk die uitnodiging uitprinten. En ik heb 2 vriendinnen van mij die wonen bijna in de stad. Eentje woont letterlijk in de stad. En eentje woont echt net ernaast. Kan ik bij hun gelijk die brievenbus door het bos doen. Nou, trouwens, ik wilde wel een leuke envelop. Dus misschien dat ik het wel eerst weer mee naar huis neem. Maar in ieder geval, ik moet sowieso naar de stad om die foto's te printen. Of nou ja, foto's, om die kaartjes te printen. En om dus siroop te halen voor mijn ijskoffies. Dus dat moet allebei. Maar ik moet dus ook die kaart afkrijgen. Dus dat ga ik nu misschien denk ik eerst doen. Verder moet ik natuurlijk mijn workout doen. Maar misschien... dat ik wandelend die enveloppen door de brievenbussen kan gooien. Dat ik 3 kwartier kan wandelen. Dat is dan 1 workout. En dan moet ik nog een workout doen natuurlijk. Dus dat moet in mijn planning. Verder. Ja, moet ik natuurlijk lezen. Ik moet video editen. Maar dat kan ook wel morgen. Volgens mij heb ik morgen namelijk ook niks. Dus dat. Ja. Ik ga even een planningetje maken. Ik zie jullie zo. Oh my god, girls! Mijn invite is eindelijk af! Oh my god, mijn 21 dinner uitnodiging is af. En letterlijk niemand in Nijkerk kan printen, want alle drukkerijen die zijn dicht in het weekend. En ze gaan maandag pas open en ik wil het gewoon vandaag doen. En ik heb een plek in Schothorst waar ik wel vaker heen ben geweest om foto's te printen voor mijn opleiding. En ik vond daar altijd de kwaliteit wel goed.
Dus ik heb hun gebeld of hun er wat mee kunnen. Maar ik snap er dus zelf echt geen flikker van. Want ik heb daar gewoon zelf geen verstand van. En dan moet je het goede formaat. En dan denk ik, ja, maar wat is dan het goede formaat? Want Photoshop formaat is weer anders dan drukformaat of zo. Ik weet niet. Vorige keer had ik daar gezeik mee. I don't know. Anyway, die vrouw zei, mailt even naar mij. Dan kijk ik of ik er wat mee kon. En dan kan je langskomen. Dus, als het goed is, kan ik daar straks heen. En ik ben super excited. Maar ik ga nu even snel douchen. Want ik wil even douchen, want ik heb het koud. En dan kan ik me klaarmaken. En dan kan ik mijn haar lekker wassen en zo. En dan kan ik misschien de schotters wel een rondje lopen. Want dat is misschien wel leuk. En dat was het, denk ik. En misschien, volgens mij is daar ook een Jumbo. Dus kan ik daar wel mijn hazelnootsiroop halen. En mijn karamelsiroop. Dus ja, ik ben helemaal excited. Oh my god. In ieder geval ga ik nu even douchen. Dus ik pak even een joggingspak. En dan zie ik jullie zo meteen. Hey girls, het is nu 12:30. Ik ga heel even lekker Love Island kijken. Want ik heb net lekker een ontbijtje gemaakt. Ik had natuurlijk afgelopen week had ik die haver mout ja, ontbijt ding gemaakt. Maar ik had zeg maar de helft gegeten. En de andere helft had ik bewaard. Dus die heb ik nu lekker. En daarbij heb ik een hele banaan. En ik had letterlijk nog maar 4 aardbeien. Dus ik heb 4 aardbeien erbij. En dit is hoe het eruit ziet. Het is echt mega lekker. Helemaal yummy in mijn tummy. Ik ga dit lekker eten en Love Island kijken. En dan zie ik jullie zo. Hey girls, het is ondertussen 5:45. Ja, het is fucking laat. De laatste keer dat jullie mij zagen was echt heel lang geleden. Maar ik ben met mijn moeder naar Schotels gegaan. En we hebben mijn invitations laten afdrukken. En ik ben helemaal blij ermee. Mijn adres staat erop, dus ik kan niet helemaal laten zien. Maar this is what they look like. Er staat: you're invited to my 21 dinner. En dan staat hier de locatie, de datum. En ja, mijn adres. Ja, de locatie, de datum. Oh, en de tijd. En hier staat: dress the fuck up. Ik heb namelijk gezegd: outdo me, babes. Normaal mag je er niet leuker uitzien als de bride. Maar dames, ik wil jullie goed zien. Doe je leukste outfit aan en shine for us. Want ik wil dat iedereen er on fleek uitziet. Echt niemand gaat proberen om in een semi-leuke outfit te komen. Iedereen moet on point zijn. Dus ik dacht, ik moet het even op de uitnodiging zetten. Maar ik ben zo obsessed, guys, met de panterprint. En de strik en het roze. Echt helemaal leuk. Ik zal wel een plaatje in beeld doen, want je kan het nu niet super goed zien. Maar anyway, wat ik ook heb gehaald zijn deze, of nou deze heb ik trouwens gekregen van mama. Ik wilde ze kopen, maar toen zei ze ik betaal. En ik zo van, waarom? Maar ja, ze stond erop, dus ik dacht, waarom niet? Quick snap. Dit zijn gewoon van die disposable cameraatjes. En ja, ik vind deze helemaal top. Want dat vind ik leuk, om met mijn 21 dinner, om die overal neer te leggen. En dat iedereen dan leuke foto's kan maken. En dat ik die dan kan laten ontwikkelen. En dan heb je zo'n andere vibe van de, ja, van het feestje. Dus dat is helemaal leuk. Ik heb er 2 gekocht. Dus ik heb er 4. En eentje neem ik mee naar Tenerife. Als ik met mama op vakantie ga. Want dat leek me heel erg leuk. En ja, dat heb ik gehaald. Ik ga nu eventjes een paar van die kaarten in envelopjes doen. En dan ga ik nu 3 kwartier wandelen. En dan ga ik ze door de brievenbus gooien. Bij 2 vriendinnen. Want die wonen aan de ene kant van Nijkerk. En dan ga ik vanavond met Kiers kieleren. En dan gaan we langs de andere kant van Nijkerk. Want daar woont de rest. En ja, dan heb ik mijn uitnodigingen verstuurd. En dat vind ik helemaal leuk. En ik dacht, ik doe zeg maar hier zo dan de naam van de persoon voor wie die is. En dan doe ik even lipstift op. En dan doe ik zo, doe ik een kusje op. Want ik dacht, dat is fabulous. Dus dat ga ik doen. En ik ga dat even snel doen, want dan kan ik wandelen. Ik hoef nu maar 2 mensen te bezorgen. Dus dat is helemaal top. Ja, ik zie jullie zo meteen. Zo, ik ga vanavond met mijn moeder weer eindelijk een broodje Turks pizza eten met gyros. En ik heb er zoveel zin in. Ik wil dit dus echt al 3 weken of zo weer eten. Maar elke keer hadden mijn ouders niet super veel zin erin. En nu gaan we het eindelijk weer eten. Dus ik ben helemaal happy. En sorry voor deze herrie, maar mijn buren zijn lekker herrie aan het maken. Sleem. En deze heftige rode lipstick die letterlijk al over mijn gezicht zit. Want ik ben helemaal fanatiek aan het smeren om die kusjes te zetten. Die trouwens echt heel fabulous zijn geworden. Ik zou deze kleur normaal nooit opdoen. En het zit ook echt letterlijk overal. Ik heb het echt opgesmeerd alsof het lipbalm was. Ik ben letterlijk obsessed. Ik vind het zo leuk. Oh my god. Anyways, ik was zo'n disposable camera aan het openen. Maar dit lijkt toch echt alsof je een heel lekker koekje gaat eten. Echt zo'n fucking lekkere brownie of zo, weet je wel.
Anyways. Oh, kijk. Ik ben helemaal obsessed. Het is zo leuk. Kijk nou. En als ik dan nog zo de naam erbij zet. Dit is toch fabulous. Dit is toch fabulous. Ik ben helemaal obsessed. Alleen, waarom krijg ik dit nou niet open? Ik dacht ik maak er een foto van. Want dat vind ik leuk voor de memories. Hoe werkt dit? Oh. Dit ding stijgt op zowat. Vibes. Anyways. Oh, het is zo leuk, guys. Ik ben helemaal obsessed. Oh my days. Kijk nou! Ik was alleen eerst met de verkeerde kleur gegaan, want ik had kleuren getest. Toen dacht ik, oh my god, die is gewoon perfect. Dus ik wilde deze gebruiken. Had ik per ongeluk deze gepakt. Super stom. Maar ja, deze was echt perfect. Van de Kiko is deze. 100 jaar niet gebruikt, maar oké. Kijk hoe fabulous. Ik vind het zo erg cutie. Ik ga nu in ieder geval eventjes de namen erbij schrijven van de twee meiden waar ik het nu meteen naar kan brengen. En dan doe ik de rest straks. Want ik moet nu echt wandelen, anders komt mijn tijd weer niet uit voor als ik met Kier heb afgesproken. En ik ga even dit van mijn lip afhalen, want dit ziet er natuurlijk echt niet uit. Maar ja, helemaal fabulous. Ik ben zo blij! Waarom is het zo letterlijk perfect? Hey girls, ik ben nu aan het wandelen. Het is ondertussen al 6:30. Ik ben echt bijna thuis en mijn SD-kaart is vol. Godver. En ik ben eigenlijk al bijna thuis. En ik heb de envelop voor Jasmijn en Iris door de postbus gedaan. Maar guys, ik had hier een soort van wel over nagedacht. Maar niet echt over nagedacht. Die lipstick, dat is natuurlijk zeg maar smudgy. En dat droogt natuurlijk niet. Dus ik denk dat het nu helemaal zo'n lelijke veeg op die envelop zit. In plaats van een cute kussen. Dus ik ga huilen. Oh. Ja, het is echt niet grappig. Anyways, ik heb dat nog gedaan. Ik loop lekker naar huis. Ik zie jullie thuis. Nou girls, ik ben nu met mijn moeder aan het eten. We hebben een mini Turks broodje, die niet zo mini is. Met, ik heb vegetarische gyros. En we hebben in de pan courgette, tomaat en paprika gedaan. En erop heb ik dan nog gedaan nog meer tomaatjes, maar dan koud. Hoe noem je dat? Komkommer. En een beetje sla. En knoflooksaus. Super lekker. Hey girls, het is nu 8:05. Ik ga er zo vandoor. Ik heb over ongeveer 10, 15 minuutjes met Kier afgesproken. En dan gaan we skileren. En dan gaan we dus langs de mensen hun huis skileren om hun invite te geven. Ik ben echt super excited. Ik vind het echt leuk. Ja. Dat is dat. Ik heb net mijn hele kamer opgeruimd. Want guys, mijn kamer was zo ontploft. Het was echt niet normaal. En nu is het helemaal opgeruimd. Dus ik ben helemaal blij. En ja, ik heb verder voor de challenge eigenlijk alles gedaan vandaag. Ik moet alleen nog een litertje water drinken. Maar ik doe gewoon eentje tijdens het skileren en dan eentje na het skileren. En ik moet nog wat eiwitten eten. Maar dat kan ik ook gewoon lekker eten als ik straks weer thuis kom. In ieder geval ja, ik nu naar beneden toe. En ja, dan zie ik jullie zometeen weer. Ik ben moe. Ja. Sleep. Ja. Doei. Hey girls, het is ondertussen de volgende ochtend. En de laatste keer dat jullie mij zagen was dat ik ging skileren volgens mij. En dat ik die uitnodigingen zou brengen naar de meiden en zo. Nou, dat is allemaal gelukt. En ik had om 8:15 met Kier afgesproken. Ik ging om 8:50 fietsen. Dus ik was een beetje wat later, maar dat maakt niet uit. Volgens mij maakt het in ieder geval niet uit. Nou, toen gingen Kier en ik skileren. We hebben echt fucking lang geskilerd. Want het rondje was iets groter dan dat ik dacht. En guys, de wegbedekking, hoe noem je dat? Het wegdek was... de wegbedekking. Was zo slecht. Oh my god, ik kwam er gewoon niet voor uit. Ik vond het echt niet leuk. Ik zei tegen Kier van... Want een van mijn vriendinnen woont best wel dicht bij mij. Dat ik zei van, zullen we anders langs mijn huis... En dan pakken we de auto en dan rijden we naar huis. En toen zei ze, ja maar hoe komt je fiets dan weer bij jou thuis? En toen dacht ik van, ik wil gewoon niet meer. Maar uiteindelijk was het stukje van mijn huis naar haar huis wel gewoon op zich goede wegbedekking. Nu zeg ik het weer, wegdek. Dus op zich was het wel gewoon te doen. Maar ik dacht op een gegeven moment echt, ik ben er klaar mee. Dit doet zoveel pijn. Ik vond het echt niet leuk, sorry. En ik was echt...
ik was er helemaal klaar mee. Maar ja, alle brieven zijn verzonden. En iedereen dacht door die kus dat ze een secret lover hadden. Maar welke jongen gaat zo'n kus zetten? Eigenlijk niemand doet dat. Dus ik ben echt confused. In ieder geval, de kaartjes die zijn gebracht. Toen was ik terug dus naar Kiermede huis gegaan. Heb ik even mijn skiers uitgedaan. Heb ik nog heel even daar op de bank gezeten. En toen ben ik naar huis gegaan. Want ik moest dus nog mijn proteïne cookie dough bol maken. En ja, was echt super lekker. Maar het was echt al heel laat. Het was echt al 11 uur of zo. Want ik had die cookie dough ding gemaakt. Maar ik schoot uit met de melk. Waardoor het echt gewoon bijna een shake was geworden. Dus ik kon er echt helemaal niks mee. Dus toen... toen moest ik hem opnieuw maken. Oh, het was zo kut. En ik moest natuurlijk mijn skincare nog doen en zo. Ik had een stukje van deze chocolade erin gedaan. Fucking lekker. Die had ik gehaald gisteren met mama bij de appie. En ik had gewoon weer Snickers erin en pretzels. En dat was echt helemaal 10 out of 10. En toen heb ik lekker Love Island gekeken. Maar toen zat ik in zo'n spannende aflevering. Want voor mensen die zeg maar Love Island kijken of ooit hebben gekeken. Weet je, als ze naar Casa Amor gaan en dan komen ze terug. Zeg maar die recoppeling van blijf je met je huidige partner of ga je met iemand van Casa Amor. Die aflevering was. Dus ik kon gewoon echt niet stoppen met kijken. Dus uiteindelijk ging echt om, ja, 1 uur of zo ging ik pas stoppen met kijken. Dat ik ook echt dacht van ja, nou, het slaat echt zo nergens op. Maar ja, weet je, ik vond het gewoon even lekker een relaxed momentje. Even lekker Love Island kijken. Zo, ik moest schapen. Ik ben helemaal moe. Ik had mijn wekker niet gezet. Ik werd wakker om 9:15. Dus dat was top. Eindelijk een klein beetje uitgeslapen. Maar ja, was nog niet super lang geslapen. Dus omdat ik zo laat ging slapen. En ik zei gisteren in de auto tegen mijn moeder van... ze zei, ga je nog wat doen dit weekend? Ik zei, nou, nee. En toen zei ze van, oh, nou misschien komt er nog wat. Dus toen zei ik, nou, ik hoop het niet. Want ik heb gewoon echt, ik zei tegen haar, ik kom letterlijk nergens aan toe. En toen zei ze, nou, dat ligt dan toch aan jezelf. Van, als jij niet wil afspreken, moet je het gewoon niet doen. Nou, krijg ik vanochtend een appje van een beste vriendinnetje van mij van de basisschool. Of ik haar wil helpen voor een schoolopdracht. Of ik dat voor haar wil filmen. En ik kan daar gewoon echt geen nee tegen zeggen. Want zij heeft mij echt zo vaak geholpen met schoolopdrachten. Want ik deed fotografieopleiding. En ze is zo vaak heeft ze een model voor mij gestaan. En als ik nu iets anders zou vragen van haar, dan weet ik dat ze ook ja zou zeggen. Dus ja, ik kan echt niet zeggen tegen haar van nee. Dus ik moet dat echt even doen voor haar. Maar ja, dat vind ik eigenlijk gewoon helemaal kut. Want ik had gewoon echt even zin om niks te doen vandaag. Ze vraagt ook echt vandaag of ik het vandaag kan doen. Maar ja. Dus dat moet ik vandaag even doen. Ik ga nu mijn video editen en ik ga even lekker een ijskoffietje pakken. En ik weet echt niet waarom mijn ogen zo rood zijn. Het lijkt wel alsof ik een allergische reactie heb. Ze jeuk ook. Ik ga even een watertje pakken en even lekker een ijskoffietje. En dan ga ik even lekker editen. Want dat moet echt gebeuren. Ja. Ik zie jullie zo. Hey girls, het is nu 12 uur. Mijn video staat over een paar seconden online. 1 minuut heb ik nog. En dan staat mijn video online. Oh, en ja, ik ga nu eventjes een ontbijtje pakken. Want ik heb trek. En dan kan ik daarna mijn workout doen. En dan kan ik terwijl ik aan het eten ben nog heel eventjes mijn video voor morgen editen. Want morgen moet ik werken. Dus dan heb ik geen tijd om hem te editen voor mijn werk. Dus ja, ik ga even 1 minuut wachten. En dan ga ik heel even mijn Insta-story plaatsen. En dan ga ik even lekker... pannenkoekjes maken met kwark. Echt super zin in, want ik heb lekker gisteren aardbeidjes gekocht. Dus dat is helemaal lekker. Ik drink eerst nog even mijn watertje op, want dan heb ik mijn eerste 1/2 liter op de pop. Maar ja, anyway. Ik zie jullie als ik lekker pannenkoekjes heb. Ik heb het wel een beetje koud eigenlijk. Dat is minder. Ja. Lekker warme pannenkoeken, dat maakt mij beter. Ja, ik moet even mijn Insta-story plaatsen. Ik zie jullie zo. Girls, ik heb mijn pannenkoeken. En ik heb vanillekwark met pannenkoeken en aardbei. En ik heb karamelsaus opgedaan. En ik ben buiten adem. Van de trap. Ik ga dit lekker eten. En ondertussen eventjes lekker Love Island kijken. Dan ga ik daarna een workout doen. En hopelijk nog een beetje editen. Ik zie jullie zo. Oeh, echt zoveel zin in. Hey girls, het is nu 2:55. Ik wilde eigenlijk om
volgens mij 1 uur wilde ik mijn workout gaan doen. Maar ik dacht, ik kan nog wel heel even editen. Want ik wilde deze video heel graag afmaken. Maar ik zit nu al op een half uur. Het wordt echt weer een keer een lange video. Dus dat is wel erg leuk. Want ik plaats eigenlijk alleen nog maar best wel korte video's. Dus het is wel erg leuk. Alleen het duurt gewoon heel lang om te editen. En ik ben gewoon nog steeds niet klaar. Maar ik heb al wel dus echt een super groot deel gedaan. Dus misschien dat ik vanavond nog ergens een gaatje vind om hem af te editen. En ja, maar ik moet nu gewoon echt mijn workout doen. Want anders dan komt het gewoon niet goed uit als Jente komt. Dus ik ga nu eventjes snel een workout opzoeken. Heel even snel nog een flesje water bijvullen. En dan... dan zie ik jullie zo meteen. Ik weet alleen echt niet waar ik zin in heb. Eigenlijk in niks, lol. Nou girls, het is ondertussen al 7:10. Ik ga nu lekker pokeball eten. En ik heb tomaat, komkommer, gerookte wortel, edamame boontjes. Er zit mango op, huttekees. En ik heb hier nog 3 stukjes kip voor de eiwitjes. En ja, ik ga nog lekker sojasaus erin dippen. En dat was hem. Hey girls, het is nu 8:00 en ik moet jullie even een update geven. Want de laatste keer dat jullie mij zagen, zei ik volgens mij dat ik een workout ging doen. Nou, dat heb ik gedaan. Het was een leuke workout. Ik had eerst een half uurtje volgens mij iets van arms gedaan of zo. Oh my god, trouwens. Ik was mijn lichaam aan het wassen onder de douche. En mijn armen konden gewoon niet meer. Mijn armen waren helemaal moe ervan. Maar ja, het was dus wel echt een goede workout. En daarna had ik een kwartiertje een soort springtouw-achtige workout erachteraan gedaan. Vond ik ook leuk. Alleen ik was zo chagrijnig. Want guys, die springtouw. Oh, die blijft dan weer hangen. En dan gaat hij weer tegen mijn been. En dan blijven mijn voeten weer achter hangen. En dan word ik zo chagrijnig. En dan blijft hij achter mijn clip hangen. En dan denk ik, oh my god. Want weet je wat het is? Je doet dan dat springtouwen voor de cardio. Maar ik ben er meer bezig met dat springtouwen elke keer opnieuw beginnen. Dan dat ik echt aan het springen ben. Dus op een gegeven moment werd ik chagrijnig. Had ik de touw aan de kant gelegd. En toen dacht ik, nou, ik ga wel alleen springen. Maar ja, toen had ik toch weer zoiets van, ja, dan ga ik toch weer een soort van opgeven. En dan ga ik het ook nooit leren, weet je wel. Dus dan blijf ik altijd chagrijnig als ik moet springtouwen. Terwijl ik het wel leuk vind. Nou, toen had ik hem toch maar weer gepakt. Nou, uiteindelijk wel weer blij mee. Dus toen moesten we een paar oefeningen doen. Dat je hem gewoon neer moest leggen. Dan moest je overheen springen en zo. En daarna moesten we dan weer springtouwen. Nou, heb ik dat wel weer ook gewoon met de springtouw gedaan. In plaats van met alleen springen. Helemaal top, helemaal top. Nou, toen ben ik meteen gaan douchen. Toen kwam Jent eigenlijk echt al meteen. Vandaar dat ik er ook uitzien als een molrat. Maar zij was rond 3:00 hier. Toen hebben we voor haar schoolproject echt super veel geshoot. Dus dat was echt heel erg leuk. En ik moet heel eerlijk zeggen, guys. Zoals ik dus zei, wilde ik vandaag heel graag een chilldag. En had ik echt geen zin om dingen te doen en zo. Alleen, ja, ik wilde dat gewoon heel graag voor haar doen. Want ja, weet je, als iemand zoiets aan je vraagt, dan ga je gewoon geen nee zeggen. Vooral omdat zij het voor mij ook zou doen. En ze dat ook zo vaak al gedaan heeft. Dus dan, ja, dat kan gewoon niet dat je dan nee zegt, weet je wel. En ik had dus gewoon verwacht, zeg maar, het is niet dat ik er geen zin in had, maar het is ook niet dat ik er zin in had. Want ik ging gewoon een beetje zonder gevoelens erin, snap je? Het was gewoon zo van, oh, oké, het moet gebeuren. Heb ik er zin in? Nee. Kijk ik er tegenop? Ook nee. Gewoon normaal. Ik ging gewoon neutraal erin. Maar ik heb er zoveel energie van gekregen, omdat ik vond het zo leuk om weer zo creatief bezig te zijn. Want dat is echt lang geleden dat ik zo lekker, ja, mijn creativiteit een beetje kwijt kon. En gewoon, Jente ging helemaal haar ding doen. Ik ging helemaal mijn ding doen. En het was zo leuk. En ik ben zo benieuwd naar het eindresultaat. En dat was echt gezellig. Ook weer even lekker bijkletsen. Dus dat was helemaal leuk. Nou, toen ging ze naar huis. Toen ging ze pokeball eten. Heel lekker. Lekker pokebolletje gegeten. Lekker mijn groente en mijn fruitdoel gehaald. Mijn eiwitdoel. Ik moet nog wel wat eten vanavond. Maar dan heb ik die ook gewoon lekker gehaald. En ja, helemaal top. Het is nu dus alleen 8:00. En ik moet nog wandelen. En ik moet nog lezen. Dus dat is wel echt super kut. Maar ja, het is wat het is. Ik heb, terwijl ik mijn pokeball ging eten, heb ik even Love Island gekeken. Want ik zei tegen jullie dat ik met mijn ouders ging eten. Maar omdat een pokeball is best wel groot en daar eet je gewoon heel lang van. Zeg maar, mijn ouders waren al klaar met eten. En ik had letterlijk dat drink nog niet eens gemixt. Dus toen zei ik van, ja, is het goed als ik gewoon boven eet. Want dan kan ik het gewoon lekker kijken met de serie. Lekker eten met de serietje erbij. En dan vind ik dat gewoon, ja, dat vind ik dan gewoon leuker. Anders vind ik het zonde. Dan zit je dat zo een beetje naar achter te schrokken. Terwijl ik wil er dan gewoon echt lekker van genieten, weet je wel. Dus nou, dat heb ik lekker gedaan. Even Love Island gekeken. Nu is het 8:00. Nu ga ik 3 kwartiertjes wandelen. Als ik terugkom, dan ga ik lezen. En dan ga ik daarna nog een beetje Love Island kijken en mijn toetje eten. En dan is het alweer tijd om naar bed te gaan. Dus ik ga nu mijn schoenen aandoen. En dan zie ik jullie zometeen weer. Ik heb niet zin om te wandelen. En ik heb al helemaal geen zin om te lezen. Het is ook echt veel te laat. Het was echt niet mijn bedoeling dat ik echt alles zo laat pas ging doen. Maar ja, ik kan er natuurlijk ook niet echt wat aan doen. Jent en ik waren gewoon nog niet klaar, zeg maar,
het shooten. Maar ik ga even mijn jas aandoen. En dan ga ik lekker 3 kwartier wandelen. En dan zie ik jullie lekker daarna weer. Pokeball was trouwens echt weer super lekker. Ik vind dat echt zo lekker met die mango erin. Echt helemaal yummy. Ik hou trouwens gewoon mijn joggingsbroek aan. Ik ga dit keer geen moeite doen om een broek aan te doen. Ik hou gewoon lekker mijn joggingspak aan. Want dat is gewoon lekker. Yes! Hey girls, ik ben alweer thuis. Het is nu 9:55. Ik heb lekker gewandeld. Even lekker muziek geluisterd. Gewoon even lekker gelopen. Toen ik thuis kwam heb ik eventjes mijn video afgeëdit. Want ik had jullie natuurlijk verteld dat ik dat nog moest doen. Maar dat het er niet van, dat het echt niet meer kon voordat Jente kwam. Nou, bleek dat ik echt nog maar zo'n klein beetje hoefde te doen. Dus ik had op zich... Ik had het eigenlijk niet kunnen halen. Maar ik had nu gewoon echt geen zin om het te doen. Ik heb het wel gedaan, dus ik ben wel weer trots op mezelf. Dat ik me er toch even tot heb gezet. Dan kan ik je vannacht gewoon inplannen. En dan heb ik morgen gewoon lekker mijn video online. Anders was dat me denk ik niet gelukt. Dus ik ben wel blij dat ik het lekker heb gedaan. Maar ik moet zeggen dat ik gewoon even niet in de mood ben. En ik moet nog lezen. En ik heb er zo geen zin in. Oh. Maar ja. Ik ga even lekker 10 bladzijdjes uit mijn boek lezen. Waar ik dus echt absoluut geen zin in heb. Maar het is wat het is. Even lekker lezen. Morgen hoef ik nog maar 2 weken, guys. Dus... Nee, niet waar. Morgen hoef ik nog maar 1 week. Ik moet nog 8 dagen. Dus ja, vandaag nog 9. Maar deze dag is bijna voorbij. Ik ga lekker lezen en daarna ga ik lekker Love Island kijken. Ik zie jullie zo. Hey girls, het is 10:10. Ik heb lekker gelezen. Ik heb lekker Love Island gekeken. Ik heb lekker mijn toetje gegeten. Zoals jullie misschien weten in de video van... Ik weet eigenlijk niet van wanneer. Had ik die... Ben & Jerry's gekocht. Deze. Omdat ik dacht dat die zou smaken zoals die van de Lidl. Omdat ik dacht dat die van de Lidl een dupe was. Vertel me waarom die van de Lidl gewoon zo fucking lekker is, guys. Echt letterlijk. Die van de Lidl is gewoon het lekkerste wat ik ooit heb gegeten. En deze Ben & Jerry's is niet eens te vergelijken gewoon. Het is gewoon echt... Als je het gaat vergelijken is dit letterlijk een fucking nul. Oh, dus ik was een beetje verdrietig. Maar het was alsnog wel lekker, maar... Die van de Lidl is gewoon echt zo bizar lekker. En als je dan met de instelling erin gaat dat je die krijgt. En je krijgt dit. Is niet giving. Die fudge-laag die hier bovenop zat. Die was gewoon een soort hard. Was niet eens zo lekker. Die van de Lidl was echt zo lekker smeuig. En deze was gewoon ja veel minder lekker smeuig. Hij was niet hard. Als in hij was breekbaar. Het was alsnog wel zeg maar zacht. Maar het was zacht hard. Snap je wat ik bedoel? Het had zacht zacht moeten zijn. Maar dit was hard zacht. Dus dat was gewoon niet giving. Ook was dit dus vanille-ijs. En is dat andere van de Lidl is volgens mij echt salted karamel ijs. En hier zit een salted karamel swirl in. Die by the way wel lekker was. Maar het was gewoon verdrietig, snap je? Oh, dus ik ben een kleine huilie aan het doen. Maar het was alsnog lekker. Ik heb lekker Love Island gekeken. Ik moet nog heel eventjes een 1/2 liter water opdrinken. Dus die ga ik even opdrinken. En dan moet ik ook nog mijn multivitamine innemen. En dan ga ik lekker slapen, want ik ben moe. Het liefst wil ik nog de hele avond Love Island kijken. Want ik zit in de aflevering, guys. Nou... Ik moet dat gewoon zien. Maar ja, ik moet ook wel echt even slapen. Want als ik over 2 minuten slaap, heb ik 8 uur slaap. Dat ga ik dus sowieso niet meer halen. Maar misschien wel 7,5 of zo. Dus dat is... Daar gaan we naar streven. Ik heb trouwens echt super veel last van mijn voet. Het is echt niet normaal. Het komt door die dansworkout. Ik denk dat ik toen iets niet helemaal goed heb gedaan. En oh, vandaag tijdens die workout moest ik zoveel springen met het touwtje springen. En dat was niet per se mijn beste keuze. En het doet echt heel erg veel pijn. Maar ja. Anyways, ik heb mijn video eventjes... ja, was ook nog allemaal gezeik met mijn video. Maar ik heb geen zin om over te praten, want ik wil gewoon slapen. Anyways, hij is nu aan het inplannen. Dus als het goed is, staat hij morgen gewoon lekker online. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar ja, nu ga ik echt slapen. In ieder geval ga ik jullie video afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Als dat geval was, zou ik het leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En als je op mij wil abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer in een nieuwe video. Bye girls!